De eerste wedstrijden van het wereldkampioenschap in Limburg werd verreden door kinderen. In Sittard was de finale van de Rabobank Dikke Bandenrace. Winnaars van de lokale Rabobank Dikke Bandenraces kwamen hier bij elkaar om de grote finale te rijden. Er waren kinderen uit heel Nederland. Uit Kerkdriel. Uit Ridderkerk. Venhuizen. Berchem. Ja, Herpen, Berchem, maar ik heb hem gereden in Berchem. En daar ben je ook al eerste geworden bij jullie Dikke Bandenrace en daarvoor ben je hier? Ja. Waarvoor doe jij mee? Gewoon voor de gezelligheid en om het te doen. Ja? Ja. Maar je wil geen eerste worden? Jawel, ja, natuurlijk wel, maar ja. Ja, je weet nooit of het lukt. Nee, dat is waar. En als je wint, wat gaat er dan gebeuren? Ja, blij zijn. Ja. Heb je ook een beetje geoefend? Nee. Maar ik fiets wel altijd thuis gewoon hard als we ergens heen gaan fietsen of zo. Dus eigenlijk ben je er gewoon helemaal klaar voor? Ja. Ja. En er werd hard gefietst. In meerdere leeftijdscategorieën werd er een kwalificatie gereden voor de grote finale. In Ridderkerk was er ook een dikke bandenrace en toen had ik ook gewonnen. Jullie zijn wel een aardig eindje komen rijden om hier te mogen zijn. Ja, je moet wat over hebben voor je kinderen natuurlijk. Ja. Want gewonnen in Ridderkerk en dan nu hier in Limburg op het, niet op het WK-parcours, maar ze worden straks wel gehuldigd op het WK-podium. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat een keer mee te maken. We hebben hier al onderweg een paar renners gezien, dus dat is hartstikke leuk. Hebben jullie een beetje stiekem getraind? Stiekem een beetje, ja. Heb jij je concurrentie al gezien? Nou, niet echt. Nee? Nee. Dus wat is jouw plan? Nou, die heb ik nog niet echt. Gewoon heel hard fietsen. Ja. Aan dat het stuur. Elise, wat moet je nou weer uitzetten? Nou, hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Het was wel een hele mooie wedstrijd voor jou. Eigenlijk wel, ja. Ja? Het leek wel of jij een tactiek had. Nee, gewoon achter iemand en uit de wind blijven. Nou ja, dat vind ik heel erg goed nagedacht. En jij zit straks in de finale. Ga je dan weer zo'n wedstrijd rijden? Hoop ik wel. Ja? Wil jij later ook wielrenster worden? Ja. Ja? Ja? En weet je ook op wie je wil lijken? Marianne Vos. En als echte kampioenen worden de winnaars gehuldigd op het WK-podium in Sittard. Ja, mag nog helemaal uw applaus bij mensen.